Op 2 mei kunnen Netflix-abonnees zich verheugen op een sprankelende toevoeging aan het aanbod, de langverwachte Costa. Serie zal dan eindelijk online staan, zo deelde producent NL Film Enthousiast mee via Instagram. Onder de regie van Jon Kartaus komt deze nieuwe serie tot leven, met een cast die schittert met name als Boomaarten, Maarten, Roeland Vernhout en Oscar Aarts. Costa. De serie markeert een langverwachte voortzetting van het verhaal dat begon als een film in 2022. Een film die op zijn beurt meer dan twintig jaar na de oorspronkelijke Costa-film verscheen, waarbij een deel van de geliefde personages terugkeerde naar de vertrouwde locatie. Deze serie staat niet alleen, maar bouwt voort op het succes van de eerste film, gevolgd door een televisieserie die maar liefst vier seizoenen lang de kijkers bij BNN wist te boeien. Met de belofte van alle afleveringen beschikbaar in één keer biedt deze serie een ongeëvenaarde binnenwaardigheid voor fans en nieuwkomers. De nostalgische aantrekkingskracht van de Costa. Franchise wordt gecombineerd met de frisheid van een hedendaagse serie onder leiding van een getalenteerde cast en crew. Met nieuwe verhaallijnen, intriges en de herkenbare sfeer van de originele film belooft Costa de serie een uitnodigend en meeslepend avontuur te worden dat kijkers keer op keer zal doen terugkeren naar de zonnige stranden en kleurrijke personages waar ze zo van houden.